Kijk, Frits is gaan weer. Goed bezig. Een beetje borrelt. Zoiets een beetje waterig. Ik hoop dat het wat droog blijft vandaag. Oeh! Goedendag allemaal, zijn jullie er weer? Welkom op de Twee Sterrenhoofd met oude machines, deel 7 alweer. Jawel, deel 7. We gaan richting 13. Jawel. Goed, tijdje geleden alweer. Druk geweest hier en daar met allerlei dingetjes. Aan het doen en ja, we zijn nog steeds hier op het veld bezig. Het is veldje 7, zijn we bezig met het oosten van tarwe. Ja, dus ik ben hier met Frits. Ik ga zo even de raapwagen pakken en even kijken zo meteen wat ja, even een nieuwe accu in die Fiat gestopt eventjes, want die oude was niet zo best meer. En ja, nou ja, ik heb hem deze een beetje, zoals je weet, heb ik deze een beetje opgepept. Een beetje power gegeven. Dus kijk, daar heb je Frits weer. Ja, ik heb deze Fiat even wat kruiden gegeven. Heel oud. Maar deze heeft iets meer power nodig. En ja, en even kijken naar de opraap staat. Hier. Oeh, die mag ook zo mee schoon worden gemaakt eventjes. Ook wel even weer belangrijk. Ja. Als het mooi is, dan haal ik deze van staal. Word je niet zo nat. Het is lekker weer. Dus ja, niks te klagen. Dus lekker in zo'n trekkertje rijden, dat is wel lekker. Een beetje wind door je haar heen. Ook niet verkeerd. En dan moet ik zeggen, ik heb nog niet zoveel haren meer, dus ja. Nou. Dus ja, ah, fijn. En zo, dan gaan we weer eventjes even oprapen. Zo. Net deze rijdt ook lekker hoor, lekker door. En als je ja, niet zo veel. Licht achter je hebben, dan gaat het dus mee, zodat ik dit kan oppakken. Het is iets te ver door. Zo, hoef ik op.
Ja, leuke machine dit. Leuke machine. Leuke trekker. Dus weten doe alles zelf. Tenminste, wat ik kan. Maar met deze oude trekkers, dat is ideaal. Dus je moet niet zo veel knoeien bij de buren. Je knoeit een beetje. Niet veel, maar je begint de buurman weer te zeuren. Van Buiten, wat doe jij weer? Doe het op je eigen land. Ja. Aardig man hoor, aardig man, de buurman van mij. Dus, af en toe zit hij wel een beetje geen te trappen en zo. En, het ook gebeuren. Dat is ook wel leuk. Maar af en toe kan hij ook een beetje een asshole wezen. En hou ik me liever ver uit de buurt eigenlijk. Want ik heb een keer gehoord dat hij een keer iemand van het land afsloeg. Die vroeg iets en aan die muur van hem was niet zo best die dag. En ja, die sloeg hem bijna het ziekenhuis in. En, ja. Nou, dit veld is klaar, de combine is ook weer klaar, Frits is ook weer klaar. Ja, leuk ding. Leuk ding. Die heb ik ook ergens opgescharreld van eBay. En ook niet zoveel betaald. En je doet het machtig mooi. Een beetje opgeknapt. Beetje nieuw likje verf. Dingen en ja, hij doet het fantastisch. Zoals je weet, ik prots een beetje in die dingetjes en zo. En, ja, dat vind ik wel leuk. Voor alle oude trekkers, nieuwe trekkers, ja, daar heb ik niet zo veel op. Want dat is allemaal elektronica en als het eenmaal kapot is, dan. Dan kost het handenvol met geld. Dus ik hou het lekker bij het oude materiaal. En is ook het beste. Ja, af en toe heb ik ze een paar kuurtjes en zo. Maar ja, wie heeft dat niet? Nee. Maar het is fijn om. Zelf een beetje te repareren. Weet je, de boel een beetje zelf een beetje onderhouden en zo. Dat lijkt me wel, ja, dat lijkt prima. En Frits is dat ook. Frits knutst ook een beetje, ja. Het, ja. En dan hebben we een MF hier. In de servers, nou, die komt binnenkort ook naar de boerderij toe. Laat het nog even niet zien. Die staat ergens anders. En
Ja, Frits en ik hebben dezelfde pas, zo'n beetje. Opknappen van oude machines. En ja, dat is, het is op ons lijf geschreven eigenlijk. Dus maar dat is wel een beetje knutselen. Niet constant met het werk bezig geweest. Dat is ook wel ontspannend. Ja, als het gaat, hè. Ik nu zijn we druk en ja, dan moet de hobby even wijken. Dus ja. Maar alles doen we zelf. Wat ik zeg, als het kan. Soms lukt het niet, dan moeten we. Moeten we even Henk erbij halen. Henk is onze leader hier in de buurt. En ja, oké, okay, die hebben dan mensen in dienst die, ja, die zijn opgeleid. Zo noemen ze dat. Hè. We moeten papiertje hebben. En ja, papiertje zegt ook, ook niks hoor. Ik bedoel, ik heb geen papier, ja, ik heb wel zwemdiploma's, maar geen certificaten van iets of wat dan ook. He, het is allemaal zelf made, weet je wel. Daar heb je zo'n woord voor. Ja, dat ben ik even vergeten, maar in ieder geval. Autodidact of zo, of wat, zoiets moeilijk wordt. Maar zelf hier aanleren en zo, en ja, dat is prima. Maar het moderne gedoe, ja, leuk, maar nogmaals wat ik zeg, als het eenmaal kapot is, dan kan je niks zelf meer doen. Het is allemaal elektronica tegenwoordig. En ja, het is niet te doen meer. Het is af en toe niet leuk. Daarom geef mij maar zo'n Fiatje, oude trekkertje. En laat me daar maar lekker aan sleutelen. En dan kan je nog een beetje opvoeren. Kan je nog een beetje wat dingen doen. En dat soort dingen. Kijk, aan zo'n nieuwe, ja. Daar kan je niet veel mee aan doen. Het is allemaal wat ik zeg, elektronica. En het gaat ook heel gauw kapot. Kleppetjes stellen vroeger of zo, kleppen stellen. Van auto's of zo. Nou, dat kan je tegenwoordig niet meer doen, want nogmaals, dat is allemaal computer gestuurd nu. En ja, daar kan je geen eer aan behalen meer. Dus daarom. Maar ja, oké. Okay. Het is wel leuk hoor, om in zo'n ding te rijden, maar qua onderhoud, nee, daar kan je weinig aan doen. Ja, je kan een boezietje, een lichtje vervangen, maar aan de motor, daar kan je niks aan veranderen tegenwoordig. Dus nogmaals, allemaal elektronica en dat soort dingen. En je moet een half nerd wezen om een beetje dat uit te vissen. En af en toe komt iemand met zo'n trekker van, goh, hij loopt slecht. Nou, dan zie ik aan het trekken, ik zeg nou, ga maar even naar Henk toe, want Henk heeft zo'n apparaat om uit te lezen of zo, weet je veel. Nogmaals, aan mijn computer gestuurd en
gedoe allemaal. En daarom zeg ik, geef maar eens maar zo'n oude trekken, dan kan je nog een beetje eigen sleutelen. Maar nee, het is sleutelen aan iets is verleden tijd. Het is gewoon, ja, lukt niet meer. Ja, zelfs een lamp vervangen in een auto, noem maar wat. Dat is al moeilijk. Dan moet je de hele ding, hele unit, weet ik veel. De hele lampunit moet je eruit halen om een lampje te vervangen. Ik noem maar wat. Ja, dat zoiets, weet je, dat soort dingen. Dan zeg ik, ja jongens, waar gaat het allemaal over? Ja, techniek van tegenwoordig. Want vroeg ging je nog met een moersleutel of met dingen. En tegenwoordig moet je, zei Henk ook, nee wacht even, ik haal eens de computer even op en sluiten we dat aan. En, weet je, nou ja, dat is zoiets, weet je wel. Maar ja, okay. Goed, we gaan even achter van 40 gaan. Goed mensen, dit was het weer. Een beetje technisch onderwerp. Maar ja, oké. Goed mensen, ik wil jullie weer hartstikke bedanken voor het kijken. Dit was de twee sterrenhoofd map met oude machines, deel 7 weer. Laat wat achter of je dit leuk vindt. Laat een reactie achter hoe je dit vindt tot nu toe. Vind je het leuk of zeg je nou, nee, gaan we wat anders doen of zo, noem maar wat. Maar laat wat horen van je. Laat een reactie achter van wat vind je momenteel van deze serie? Goed mensen, deze gaat net goed. Ik ga ook een krap aan. Goed mensen, even wegzetten. Goed mensen, bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende aflevering. Dit was deel 7 weer van twee sterrenhoofd map met oude machines. Goed mensen, bedankt voor het kijken. Oh nee, deze deur gaat niet. Oh nee, deze heeft geen deur. Dus goed, ik wou de deur dicht doen, maar ik heb beseft dat. Oh ja, deze heeft wel een deur. Oh, oké. Goed. Mensen, bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende keer. En ik zeg, tabi. Bye.